Vakplein in Nijmegen is wederom aangepast. De situatie is gedeeltelijk teruggedraaid naar die van voor de zomer. Op de kruising van de Nassau-Singel met de Smeetsiestraat krijgen voetgangers gelijk groen met auto's. En ook is de cyclustijd van de stoplichten korter. VVD'er Maarten Bakker sprak in het RN7-radioprogramma On Demand over de situatie. Hier wat er nu is gebeurd is dat voor een deel teruggebracht is naar de oude situatie. Als je vanaf de Nassau-Singel, dus vanaf het Keizer Karelplein komt, dan krijg je nu in plaats van dat eerst alleen fietsers groen krijgen, krijgen auto's en fietsers nu tegelijk groen. En wij hopen dat het terugdraaien dus voor een deel in ieder geval de doorstroom wel gaat verbeteren, ja. De nieuwe maatregelen zijn naar aanleiding van de nieuwe verkeersmaatregelen van afgelopen zomer. Tot ergernis van velen zorgden deze aanpassingen juist voor meer files. Wat je zag direct na de aanpassing was dat vooral auto's met een aanhanger, zoals marktlui, die konden de bocht niet maken. Of bussen blokkeerden het plein. En daarnaast stond iedereen voor rood en elkaar aan te kijken van wie mag er nou eigenlijk gaan rijden. En was er niemand aan het rijden. Dus het was een aardige verkeerschaos. Of de nieuwe maatregelen effect hebben, zal op de lange termijn nog moeten blijken. Als de verkeersproblemen dan nog blijven, streef Bakker naar de oorspronkelijke situatie voor de verkeersproblemen. Wij zitten er nog steeds in als dat niet het geval is. Dus als het daar nog steeds één grote file blijft, ja, dan kunnen we beter terug naar de oude situatie. Ja, maar dat is dus meer ruimte ook op het plein zelf, want daar is minder ruimte gekomen voor autoverkeer. Ja, dus dan zeg je van nou, haal er is inderdaad een stuk stoep bijgekomen en iets meer ruimte voor de fietsers, maar haal dat dan maar weer weg. Want als je de hele stad vastzet, dat is zeg maar nog kwalijker. Dus dat wil je niet.